Ja, Tom, we zijn live. Goed, goedemiddag allemaal. Goedemiddag allemaal. We hebben een heel groot gezelschap. We missen nog één persoon. Dat is Jan Winia. Daar wachten we nog heel even op. Dan gaan we beginnen. Welkom allemaal. Erg leuk dat jullie aanwezig zijn bij dit webinar. Dat gaat over pijnperceptie bij Korsakoff. En dat is een belangrijk onderwerp, zowel voor het welzijn van de bewoners, als denk ik ook voor de zorgverleners. En opvallend genoeg bleek in onze bestudering van dit onderwerp dat er eigenlijk heel weinig over bekend is nog. Dus daarom is het goed dat er nu een eerste onderzoek begonnen is. En dat is door Tom van der Stad gedaan. En dat zal zo dadelijk in dit webinar gepresenteerd worden. Tom is een student van de Master Neuropsychologie in Utrecht. Dit is zijn thesisonderzoek. Ik ben Albert Postma. Ik ben voorzitter van de onderzoekscommissie van Slingendaal. En ik zal dit webinar voorzitten en modereren. Als er vragen zijn, stel ze in de chat. En we proberen daar dan gedurende de voordracht daar aandacht aan te geven. Het kan zijn dat niet alle vragen aan bod komen, maar dan proberen we alsnog via e-mail daarop te reageren. Dus u kunt uw vragen ook naar Tom en mijzelf sturen per e-mail. Dan proberen we er alsnog op in te gaan. Als het ons gepast lijkt en als het een goed moment lijkt, kunnen we ook vragen of het lukt om iemand via de camera live in het webinar te krijgen om dan de vraag aan Tom te stellen. Maar dat moeten we even zien hoe dat loopt. Wij hadden gedacht een introductie op het onderwerp pijn. Ik zie Te wel. laten verzorgen door Jan Winia. Ik zie Jan dat hij nu wel dat hij binnen is. Alleen nog even wachten tot hij hier misschien ook zichtbaar is. Oké, dat is mooi. Jan Winia is een collega van mij van de onderzoekscommissie van Slingendaal. Hij is specialist ouderengeneeskunde en hij heeft recentelijk een mooie review geschreven over de pijncentra van onze hersenen, van ons brein. En wat daar mis kan gaan door neurologische aandoeningen in die pijncentra. En dan ook meteen de gevolgen daarvan voor de pijnervaring in de patiënten. En ik denk dat het heel gepast is dat je dan even kort iets vertelt over pijn in het algemeen. Pijn bij patiëntgroepen. Jan, het is goed dat je in beeld bent. Ik zie dat je ondanks dit gevoelige onderwerp in een hele feestelijke setting hebt plaatsgenomen. Past bij de middag. Dat geeft toch een beetje luchtigheid aan het geheel. Jan, wil jij een korte introductie geven? Ja, we gaan het vanmiddag hebben over pijn. Pijn heeft een signaalfunctie. Denk maar als je op vakantie bent en je beklimt een berg en je krijgt blaren. Dan doe je het de volgende dag wel iets rustiger aan. Er zijn verschillende belevingen van pijn. De een zal pijn minder ervaren dan de ander. Als je als militair op oefening bent, dan zul je je pijn misschien een beetje verbijten zelfs. Maar ondanks die verschillen valt het op bij de mensen met Korsakoff dat die wel heel opvallend een veel hogere pijndrempel hebben. En waar komt het nou vandaan? In de praktijk zien we dan bijvoorbeeld dat iemand bij de vaatchirurg komt, omdat hij een afsluiting heeft van een slagader. En dan zou die heel veel pijn moeten hebben van het been. Als dan de vaatchirurg vraagt: heb je klachten? Dan is het antwoord nee. Nou, wij zijn het op zich wel gewend, dus dan vragen we door en slaap je 's nachts een beetje? En dan zegt diegene: nee, ik kan helemaal niet slapen, ik kan niet in slaap komen. Want mijn been zeurt zo. Dus er is wel degelijk een probleem.
Nou kun je nadenken over waar liggen de werkingsmechanismen van die verstoorde pijnbeleving. Waarom werkt die signaalfunctie niet goed? Het heeft ook consequenties voor de praktijk. Mensen vragen later hulp of vergeten hulp te vragen of lopen door terwijl ze klachten hebben. Ja, dat is natuurlijk dan de vraag. Wat is het werkingsmechanisme? Wat we vanmiddag vooral gaan doen, is de puzzelstukjes al een beetje op zijn plaats leggen. Over hoe zit het dan met die pijn? Hoe komt dat eruit als je dat gaat meten? Dus we zijn heel benieuwd of zeg maar de resultaten die Tom aangeeft ook passen bij de hypothese. Dat de pijndrempel eigenlijk veel hoger is dan je gunstig zou verwachten. Dus ik ben heel benieuwd. Aan jou het woord, Tom. Ja, dankjewel Jan. Zoals Albert al zei, goedemiddag allemaal. En welkom bij mijn webinar over pijnperceptie bij patiënten met het syndroom van Korsakoff. Zoals Jan eigenlijk die introductie net al gaf over pijn, zal ik hier wat meer gaan toelichten over het psychologisch aspect binnen pijnperceptie. Albert had al verteld dat ik op dit moment mijn master doe aan de Universiteit Utrecht. Master neuropsychologie en dat ik nu dus mijn scriptie schrijf binnen het Korsakoff Centrum Slingendaal. Nou, laten we vooral beginnen. Ik heb het opgedeeld in verschillende onderdelen. Ik wilde als eerste een stukje achtergrondinformatie toch nog geven over het syndroom van Korsakoff zelf. Aangezien er ook mensen misschien aanwezig zijn die niet precies weten wat Korsakoff is. Ik wil daarna gaan vertellen over de aanleiding van mijn studie. Waarom doe ik nou mijn studie? Daarna wil ik gaan vertellen over mijn huidige onderzoek. En daar de opzet van. Hoe heb ik mijn onderzoek precies opgezet? En welke meetinstrumenten gebruik ik hiervoor? Daarna ga ik jullie vertellen over de resultaten die uit mijn onderzoek naar voren zijn gekomen. En de conclusies die daaraan vast zijn. En als laatste wil ik nog suggesties gaan doen voor vervolgonderzoek. Dus wat kunnen we hierna met dit onderzoek? Allereerst het syndroom van Korsakoff. Nou ja, sommige mensen weten misschien wat Korsakoff nou inhoudt. Maar het syndroom van Korsakoff ontstaat door een tekort aan vitamine B1. Dat is een vitamine die nodig is voor bepaalde ontwikkeling in het brein. En hoe komt er nou eigenlijk een tekort aan vitamine B1 in het brein? En dat komt vooral door chronisch alcoholgebruik, wat die Korsakoff-patiënten dus vooral hebben. En in combinatie met slechte voeding. En deze combinatie samen zorgt dus voor dat er te weinig vitamine B1 is in het brein. En dat er dus schade ontstaat in het brein aan bepaalde hersendelen. Jullie kunnen zien op de foto hier rechts. Jullie zien links een 43 jaar oud persoon. En jullie zien rechts een 43-jarige alcoholisch persoon. Wat jullie vooral kunnen zien is dat er dus de witte stof dat die heel erg is gekrompen. En dat de grijze stof ook is afgenomen. Nou, dit betekent dus dat er zodanig veel schade is aan het brein. Dat bepaalde functies natuurlijk gaan uitvallen. Omdat je gewoon wat dingen mist in het brein. En wat wij vooral zien bij deze Korsakoff patiënten. Is dat er bepaalde cognitieve en gedragsveranderingen zijn. En wat verstaan we onder cognitie? Nou, onder cognitie verstaan we onder andere geheugen, taal, executief functioneren. Zoals bijvoorbeeld plannen of het inhiberen van gedrag. En onder die gedragsveranderingen verstaan we onder andere gedragsproblemen zoals agressie of apathie. Dus bijvoorbeeld geen motivatie hebben om aan dingen mee te doen. Of überhaupt problemen hebben met communicatie. En wat wij dan vooral zien, is, heb ik hier op een rijtje gezet bij deze Korsakoff-patiënten, is dat ze natuurlijk last hebben van geheugenproblemen. Dat is hun voornaamste probleem. Ook hebben ze last van weinig tot geen ziekteinzicht. Dus ze zien eigenlijk niet in dat ze ergens last van hebben en dat ze ook daadwerkelijk gewoon ziek zijn. Daarnaast hebben ze last van confabulaties. En die confabulaties houden in dat deze patiënten verhalen groter maken dan ze eigenlijk zijn. Of bepaalde veranderingen maken in de verhalen die dus ook niet waar zijn. Daarnaast zijn ze apathisch, dus dat had ik net al verteld. Ze hebben last van motivatieproblemen of überhaupt in de omgang met mensen. Ook hebben ze executieve dysfuncties en hebben ze last van gedragsproblemen. Wat vooral dus onderzocht is, zijn deze cognitieve en gedragsproblemen. Maar waar vooral niet heel veel onderzoek naar is gedaan, zijn de somatische problemen die onder Korsakoff-patiënten zijn.
En somatische problemen houdt eigenlijk in dat mensen last hebben van lichamelijke ziektes, dan wel bepaalde kwalen. En die somatische problemen kunnen zich uiten bijvoorbeeld in bepaalde stoornissen of denk aan COPD, diabetes. Dat soort ziektes, dat zijn somatische problemen. En uit een onderzoek van Gerritsen en Goossensen uit 2014 is naar voren gekomen dat die Korsakoff-patiënten eigenlijk heel veel last hebben van somatische problemen en dan wel comorbiditeit. En comorbiditeit is dat je eigenlijk tegelijk last hebt van twee soorten ziektes of meer. Dus dat zou betekenen dat bepaalde Korsakoff-patiënten COPD hebben en diabetes tegelijk. En die comorbiditeit bij die Korsakoff-patiënten, dat heeft natuurlijk invloed op hun leven en natuurlijk op hun gezondheid. En uit onderzoek is ook gebleken dat de kwaliteit van leven drastisch eigenlijk is gedaald bij deze Korsakoff-patiënten. En dat ze ook een minder lange levensduur zogezegd hebben. Dus sowieso hebben ze dus al Korsakoff, maar dan ook nog eens somatische diagnoses, heeft heel veel invloed op hun leven. En je zou daarom misschien ook wel kunnen veronderstellen dat ze daarom pijn zouden voelen, omdat ze bepaalde lichamelijke kwalen hebben. Nou ja, als ik kijk. Ja. Ja. Somatische problemen. Ja. Gaan die vooraf aan de ontwikkeling van Korsakoff? Of ja. Volgen ze daarop of komen ze gelijk? Wat is jouw idee? Ik heb naar de medische achtergronden gekeken van de patiënten in mijn onderzoek. En wat interessant is om te zien, is dat er toch best wel veel patiënten al een achtergrond hebben met medische kwalen. Dus überhaupt voordat ze Korsakoff hadden ze al bepaalde diagnoses dat ze ziektes hadden. Maar ook zeker nadat ze Korsakoff hebben gekregen, is het ook mogelijk dat ze daarna nog bepaalde lichamelijke ziektes hebben opgelopen. Of bepaalde wondes, zo gezegd. Dus het kan allebei, zeker. Ja, dank. Als we gaan kijken naar de aanleiding van mijn studie. Jan die had het eigenlijk al heel kort even benoemd. Maar bij Korsakoff is er dus heel weinig bekend überhaupt over pijn. En dat is ook een aanleiding van deze studie om deze überhaupt te gaan doen. Omdat er nog helemaal niks over bekend is. Geen enkele literatuur zegt er iets over. Maar waar wel iets is over gezegd is dat bij patiënten met cognitieve problemen. Dus denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie of Parkinson. Daarbij is zeker wel onderzoek naar gedaan bij pijn. En wat vooral bij deze onderzoeken naar voren kwam. Is dat bij de patiënten met de cognitieve problemen. Dat daar zelfrapportage heel lastig is. Mensen met cognitieve schade hebben sowieso gewoon problemen met zelfrapportage, omdat ze niet het inzicht hebben zoals wij hebben, dat wij ergens last van hebben gehad of juist nu last hebben. Deze mensen die hebben gewoon geheugenproblemen bijvoorbeeld, dus ze vergeten dat ze pijn hebben gehad of ze hebben gewoon niet die monitorfunctie om te zien dat zij op dit moment pijn hebben. En ook uit een onderzoek van een verpleeghuis is ook gebleken dat pijn ook heel veel invloed heeft op gedragsstoornissen. Of het nou uit in gedragsstoornissen weten we niet. Maar wat wel naar voren kwam is dat wanneer er in dat verpleeghuis medicatie werd toegediend aan deze patiënten met cognitieve problemen, dat zowel hun pijn als hun gedrag verbeterd werd. Dus ze hadden minder last van pijn en hun gedrag werd verbeterd. Nou, tegenwoordig kunnen we dit soort studies natuurlijk niet meer uitvoeren, omdat dat natuurlijk niet meer ethisch verantwoord is. Dus we moeten het op een andere manier gaan onderzoeken. Hoe kunnen we nou precies erachter komen of patiënten met cognitieve problemen daadwerkelijk pijn hebben? Bij de patiëntgroepen Alzheimer en frontotemporale dementie is onderzocht of mensen pijn hebben. Jawel, dan te nee. En er is eigenlijk een controversieel beeld ontstaan bij deze twee groepen. Want bij Alzheimer is juist een verlaagde pijngrens gevonden. Dus dat wil zeggen dat die Alzheimer patiënten juist sneller pijn voelen en dus juist ook meer pijn voelen dan normale mensen. Terwijl bij frontotemporale dementie juist is gevonden dat deze mensen een verhoogde pijngrens hebben. Net zoals ook Jan zei dat verwacht werd bij Korsakoff. Dus dat hun pijngrens hoger ligt en daardoor dat ze pas bij ernstige aandoeningen, dat ze dan pas zeggen dat ze pijn voelen. Nou, ik had het al heel kort benoemd, maar er is dus heel weinig bekend over pijn bij patiënten met Korsakoff en daarom gaan we dit onderzoek, hebben dit onderzoek ook gedaan en zullen er nog vele volgen. Maar mijn vraag is nu, pijn is een heel breed begrip en ik wil graag aan u vragen of u in de chat deze vraag kan beantwoorden. Waar denkt u aan bij pijn?
Als u daar voorbeelden kan van zetten in de chat. Oké, ik zie heel wat antwoorden voorbij komen. Ik zie inderdaad beleving van pijnklachten. Ik zie zowel fysiek als geestelijk, zeker waar. Pijnstilling nodig, psychisch dan wel lichamelijk, steken, beperkingen, zeurend gevoel. Nou ja, ik zie die antwoorden eigenlijk al wel voorbij komen. En zeker ook bij het opstellen van mijn onderzoek vond ik het lastig wat pijn nou precies inhield. Hoe ga ik pijn precies definiëren in mijn onderzoek? En hoe maak ik het ook duidelijk voor Korsakoff-patiënten die toch duidelijk cognitieve problemen hebben, wat pijn nou inhoudt? En daarom heb ik gekozen voor fysieke pijn in mijn onderzoek. Ik heb van tevoren gevraagd voor mijn MIND-instrumentafname aan de Korsakoff-patiënten of zij ook daadwerkelijk begrepen wat ik bedoelde met pijn, dus fysieke pijn. Ik heb ze een voorbeeld gegeven, inderdaad, bijvoorbeeld over het teenstoten, dat fysieke pijn oplevert. Ik heb zo duidelijk gemaakt aan de Korsakoff-patiënten wat voor pijn ze eigenlijk dan zouden moeten beleven. En daarna ben ik vervolgens vragen gaan stellen over deze pijn. Als we nu kijken naar het opzet van mijn onderzoek, had ik al eerder verteld dat de patiënten met cognitieve problemen vaker last hebben van ziekteinzicht. En zo is dit ook te zien bij Korsakoff-patiënten. Deze mensen hebben dus gewoon last van ziekteinzicht en zouden misschien daardoor al kunnen aangeven dat ze misschien nergens last van hebben, terwijl dat duidelijk niet zo is. Daarom heb ik ook voor gekozen om een soort controlegroep mee te nemen in mijn onderzoek. En deze controlegroep zijn de zorgprofessionals binnen het Korsakoff-centrum Slingendaal. En ik heb bij de patiënten, dan wel bij de zorgprofessionals, heb ik vragenlijsten afgenomen. En vervolgens heb ik getracht deze scores met elkaar te vergelijken. En natuurlijk proberen verschillen te zien tussen deze scores. En om te kijken, kan ik hier misschien wat aan conclusies aan verbinden? Ik heb niet alleen pijn gemeten in mijn onderzoek. Ik heb ook voor gekozen om de variabelen cognitie en neuropsychiatrische problemen mee te nemen in mijn onderzoek. De cognitie heb ik gemeten bij de patiënten zelf, aangezien dat geen zelfrapportage is. Dus dat is meer een objectieve vragenlijst. En ik heb neuropsychiatrische problemen gemeten bij de zorgprofessionals. Die hebben daar vragenlijsten over ingevuld voor de patiënten. Nou, jullie zouden misschien kunnen denken, neuropsychiatrische problemen, wat betekent dat überhaupt? Misschien weten mensen dat wel in de chat. Zouden mensen mij misschien wat kunnen vertellen over neuropsychiatrische problemen? Dat misschien ook voor de rest duidelijk wordt wat dat inhoudt. Die is wat lastiger. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik zie nog niks voorbij komen. Ik zie wel aandoening bij het lopen voorbij komen. Stemmingstoornissen zie ik ook. Persoonlijkheidsstoornissen, psychoses, agitatie, agressie. Er komen nu al wel wat antwoorden. En zeker zit er ook wel wat tussen wat ik bedoel met neuropsychiatrische problemen binnen mijn onderzoek. De neuropsychiatrische problemen die ik eigenlijk definieer binnen mijn onderzoek, dat definieer ik eigenlijk als gedragsproblemen of emotionele problemen. En wat ik hieronder versta zijn dus inderdaad bijvoorbeeld emotionele problemen zoals apathie of prikkelbaarheid. En de gedragsproblemen die ik eronder versta zijn bijvoorbeeld agressie, ontremd gedrag of angst. En dat soort symptomen van neuropsychiatrische problemen zal ik nog later toelichten binnen mijn meetinstrument. Dan wordt het duidelijker wat voor soort voorbeelden daarvan zijn. Maar dan weten jullie in ieder geval wat neuropsychiatrische problemen ook inhouden. Over het huidige onderzoek heb ik een hoofdvraag en een aantal hypotheses heb ik opgesteld. Maar allereerst wil ik nog even benadrukken dat dit echt een exploratief onderzoek is. Dus ik heb gekeken naar andere literatuur dat beschikbaar was over andere patiëntengroepen. En hier heb ik geprobeerd een hoofdvraag uit voor te leiden aan de hand van mijn theoretisch kader. En mijn hoofdvraag luidt eigenlijk ook zeker gebaseerd op de hypotheses vanuit Jan. En mijn hoofdvraag luidt dan ook, geven Korsakoff-patiënten nou minder pijn aan dan de zorgprofessionals zouden aangeven over hen? En die ben ik gaan onderzoeken binnen mijn onderzoek met
nog een aantal hypotheses erbij, want ik verwacht namelijk een samenhang tussen neuropsychiatrische problemen en pijn in Korsakoff. En ik verwacht ook een samenhang tussen cognitie en neuropsychiatrische problemen in Korsakoff. Oké, als we kijken naar de meetinstrumenten binnen het onderzoek. Ik heb natuurlijk drie variabelen, pijn, neuropsychiatrische problemen en cognitie. Heb ik deze vragenlijst natuurlijk daarvoor moeten gebruiken. En allereerst heb ik, voordat ik überhaupt vragenlijsten ging afnemen, wilde ik ook een objectieve vraag voor zowel de patiënt als voor de zorgprofessional over pijn. Dus ik heb voor het meten heb ik gevraagd aan elk afzonderlijk, voelt de patiënt pijn op dit moment? Dus ik ben eerst naar de Korsakoff-patiënt gegaan, gevraagd, voelt u op dit moment pijn, ja of nee? Ik heb dat vervolgens genoteerd. Ik ben vervolgens ook nog gegaan naar de zorgprofessional, heb hetzelfde gevraagd, maar dan over de patiënt. Dus voelt de Korsakoff-patiënt pijn, ja of nee? Ik heb deze vraag twee keer afgenomen bij de Korsakoff-patiënt in een interval van 2 weken. En ik heb deze eenmaal afgenomen bij de zorgprofessional, in verband met de betrouwbaarheid dus. Daarnaast heb ik verschillende vragenlijsten gebruikt voor dus de zorgprofessionals en voor de patiënten. Ik heb de Visual Analog Scale heb ik gebruikt voor de zelfobservatie van de pijn in Korsakoff-patiënten. En ik heb de PIKE 15, dus de Pain Assessment in Impaired Cognition, heb ik gebruikt voor de zorgprofessionals, dat zij die moesten afnemen. En ik heb de McGill Pain Questionnaire heb ik gebruikt voor de pijnlocatie van Korsakoff-patiënten. Dus ik heb daar maar een deel van gebruikt, niet alles. En ik heb de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale gebruikt voor de zorgprofessionals over de patiënten. Dus zij zouden dan een observatie doen en daaruit zouden bepaalde scores uitkomen. Ik zal deze vragenlijsten zelf nog straks even toelichten. En dan krijg je een visueel beeld over hoe deze vragenlijsten de vragenlijsten er precies uitzien. Voor de Tom, nog even een vraag. Ik zat nog even vast op jouw hoofdvraag. Ja. Die, als ik het goed heb, erover ging of de bewoners bij zichzelf minder pijn rapporteren dan wat de zorgprofessionals menen te observeren. Ja. Maar is er niet eigenlijk een tweede hoofdvraag, ook belangrijk, of er überhaupt veel pijn gerapporteerd wordt? Ja, dat zou een hele goede tweede hoofdvraag zijn. Maar ik wilde eerst specifiek kijken in dit onderzoek of er daadwerkelijk echt een verschil te zien is in pijnobservatie tussen zorgprofessionals en pijn bij Korsakoff. Dus ik wilde eerst observeren, oké, kunnen we nu daadwerkelijk spreken van een veranderde pijnperceptie bij Korsakoff-patiënten? Net zoals bij bijvoorbeeld de patiëntgroepen Alzheimer of Parkinson of frontotemporale dementie te zien is. Maar het zou zeker ook een goed vervolgonderzoek kunnen zijn over de hoofdvraag die jij net had gesteld. Maar ik wilde eerst specifiek focussen op één hoofdvraag en daar meer duidelijkheid kunnen krijgen. Ja, nee, ik snap dat en je moet je ook beperken. Maar stel dat beide groepen, dus zowel de zorgprofessionals als de bewoners, hele lage pijnniveaus rapporteren. Mm-hmm. Maar er kan altijd nog een verschil zijn tussen die twee groepen. Ja, zeker. Zeker. Maar is het dan nog wel een relevante vraag? Want het is toch laag, alleen de ene die rapporteert wat meer dan de andere. Ja, zeker. Ik denk ook dat zeker een goed punt is wat je noemt. Maar ik wilde dus eerst sowieso kijken van, oké, wat geven Korsakoff-patiënten nou überhaupt aan op die vragenlijsten? Geven ze überhaupt pijn aan? En of geven ze juist helemaal wel of geen... Ja, daar wilde ik vooral eerst even naar kijken van, oké, ik ben heel erg benieuwd wat daaruit zou komen en wat dit misschien voor vervolgonderzoek inderdaad zou kunnen betekenen. Ja, ja. Nou, ik zal je niet verder ophouden. Dan wordt het een hele pijnlijke discussie. Dat moeten we ook niet hebben. En ik denk dat in je resultaten het vanzelf, mijn vraag op jezelf. Ja, zeker. Zeker. Als we nu even nog verder kijken naar de twee andere variabelen. Ik heb dus de neuropsychiatrische problemen gemeten aan de hand van de NPI. De Neuropsychiatric Inventory. Ik heb daar ook een verkort deel van genomen, zodat het niet te lang was voor de zorgverleners. Ik heb de cognitie vervolgens gemeten aan de hand van de Montreal Cognition Assessment. En die heb ik bij de Korsakoff-patiënten zelf afgenomen. Dus om te kijken hoe hun cognitie was. Nou, ik heb hier de pijnvragenlijsten nog even op een rijtje gezet. Ik hoop dat het redelijk zichtbaar is voor jullie
dat jullie het een beetje kunnen lezen wat deze vragenlijsten nou precies inhouden. Op links zien jullie de repels die ik net had genoemd. Dus dat is de observatievragenlijst vanuit de zorgprofessional. En dat gaat dan over bepaalde lichaamsbewegingen en expressies die de patiënt zou moeten vertonen bij bijvoorbeeld verzorging of dan wel gesprekken. En ik heb gevraagd aan de zorgprofessional of zij 3 momenten op een dag zouden kunnen vinden waar zij de patiënt even zouden kunnen zien. En dan vervolgens konden noteren voor mij aan de hand van die vakjes wat voor symptomen zij zagen bij deze patiënten. En uiteindelijk is hier een score naar voren gekomen. En heb ik dit kunnen verwerken in mijn data-analyse. De vastschaal. Voor mij even de eerste 2 oplezen. Wat staat er? Gespannen gezicht en ogen bijna dichtknijpen. En als ik dan het linker vakje, dan score ik vaak of hoog? Of... Nou, het gaat door middel van kruisjes. Dus als het aanwezig is, dan kruis je hem eigenlijk al af. Daar komt het op neer bij de observaties. Oké. Ja. Maar waarom staan er 3 vakjes dan? Nou, dat zijn dus voor die 3 aparte momenten. Dus oh, oké. Okay. Die observatiemomenten. Ja. De vastschaal werd bij de Korsakoff-patiënten afgenomen. En zoals jullie kunnen zien zijn het 2 losse vragen. Je ziet dus de pijn van de afgelopen week gemiddeld. En je ziet een vraag over de slechtste momenten, hoe erg die pijn was. Het is een schaal van 0 tot 100. Dus bij geen enkele pijn tot de meest erge pijn die, die je kan voorstellen. En de Korsakoff-patiënten heb ik gevraagd om zelf een verticale lijn op dat horizontale lijntje neer te zetten. En vervolgens heb ik dat opgemeten hoe hoog die score dan daadwerkelijk uitkwam. Ik heb deze vragenlijst dus 2 keer afgenomen in verband met de betrouwbaarheid die bij het meten van pijn belangrijk is. Dus ik heb deze binnen een interval van 2 weken ben ik 2 keer langs geweest bij de Korsakoff-patiënt en heb ik deze vragenlijst afgenomen en vervolgens een gemiddelde uitberekend. Naast de vastschouw bij de Korsakoff-patiënt heb ik een deel van de NPQ, eigenlijk alleen dit deel. En dat was vooral interessant voor pijnlocatie. Ik wilde gewoon weten, oké, als patiënten pijn voelen, op welke plek voelen ze dan precies pijn? Of geven ze juist aan dat ze helemaal nergens pijn voelen? Want dat zou betekenen dus dat ze als antwoord nergens aan zouden geven. En dat ze dus helemaal geen pijn voelen. En ik heb nog voor de pijnvragenlijst de PIKE, heb ik ook bij de zorgprofessional afgenomen. En die bestaat uit 3 domeinen, de gezichtsuitdrukkingen, de lichaamsbewegingen en de stemgeluiden. En deze vragenlijst gaat eigenlijk over hoe vaak deze symptomen voorkomen. Dus bijvoorbeeld het fronsen, hoe vaak komt dat voor? Of het beschermen, het wrijven, dat soort dingen. En vervolgens heeft de zorgprofessional dit ingevuld voor mij en heb ik hier ook scores uit kunnen afleiden. Als we kijken naar de neuropsychiatrische problemen, we hebben het daar kort over gehad wat jullie verstaan onder neuropsychiatrische problemen. Hier hebben we een vragenlijst met de symptomen die er eigenlijk in staan, die onder de neuropsychiatrische problemen binnen dit onderzoek vallen. Jullie kunnen zien dat er eigenlijk 2 kolommen zijn. Je ziet, of 3 kolommen. Je ziet de nee-kolom. Dus dat betekent dat deze symptomen helemaal niet voorkomen bij de Korsakoff-patiënten. Je ziet dan vervolgens 2 kolommen die gaan over de ernst van de neuropsychiatrische problemen en eigenlijk de emotionele belasting voor de zorgprofessional. Zogezegd de distress voor de zorgprofessional. Dus hoe ervaart de zorgprofessional eigenlijk deze neuropsychiatrische symptomen van de Korsakoff-patiënten? Ik heb deze afgenomen bij de zorgprofessionals dus en daaruit is ook een score naar voren gekomen. En als laatste heb ik cognitie dus gemeten bij de Korsakoff-patiënten. Het zijn eigenlijk, deze vragenlijst zijn meer een soort testjes, dus dat is sowieso, het is natuurlijk veel objectiever dan een zelfrapportage. Deze heb ik dus eenmalig maar afgenomen en hieruit is eigenlijk hun score voor cognitie naar voren gekomen. Als we dan gaan kijken naar de pijnklachten, want we hebben het al heel kort over gehad over pijn, wat jullie verstaan onder pijn. Maar als ik nu aan jullie zou vragen, wat voor soort pijnuitingen verwacht u bij de patiënten met Korsakoff? Dus hoe zouden Korsakoff-patiënten pijn uiten? Kunt u mij vertellen in de chat hoe u dit voor u ziet? Non-verbaal. Agitatie inderdaad. Ja, gedragsproblemen zie ik ook. Slapeloosheid. Schelden. Boosheid. Trekken. Ja. Verandering motoriek. Verkrampen. Ja, wat ik vooral eigenlijk al zie is dus ook vooral neuropsychiatrische problemen die eigenlijk wel naar voren komen. Dus dat zou betekenen misschien dat pijn zich uit in neuropsychiatrische problemen. Maar je ziet ook daadwerkelijk echt,
echt pijnklachten zoals bijvoorbeeld het verkrampen of het grijpen naar een pijnlijk punt. En ik was ook heel erg benieuwd wat de Korsakoff-patiënten eigenlijk voor pijnuitingen zouden hebben. En deze vragenlijsten hebben daar zeker ook bij geholpen om daar een duidelijker beeld van te krijgen. En daarom ben ik ook benieuwd naar de resultaten die er eigenlijk zo bij horen. Maar allereerst wil ik jullie nog vertellen over de uitvoering van het onderzoek zelf. Heb ik precies mijn onderzoek uitgevoerd binnen het Korsakoff Centrum Slingendaal? Ik heb allereerst met mijn. Wil je wat vragen, Albert? Of? Even met die pijnuitingen. Ik dacht, hoe doe ik dat zelf? Ja, inderdaad, Ja. ook een goeie. Hoe zou je dit bij jezelf voor je zien? Wat voor pijnuitingen zou je hebben als je bijvoorbeeld je teen stoot? Dat is wel interessant. Ja, dan ben ik Daar ook aan het schelden. Maar komt dat is de acute pijn. Ja. Dus ik denk niet dat ik de hele dag doorloop te schelden, terwijl ik wel de hele dag pijn kan hebben. Maar Nee, dat. Misschien zeker. ben ik te optimistisch over mezelf. Ik was ook heel erg benieuwd hoe dit naar voren zou komen bij de Korsakoff-patiënten. Zeker omdat ze dus ook somatische problemen hebben, die natuurlijk langduriger zijn dan bijvoorbeeld alleen je teen stoten. Dus je zou kunnen zeggen inderdaad dat ze op meerdere momenten misschien op de dag dan toch een pijnkrampje zouden kunnen krijgen of wat dan ook. En die resultaten die zijn wel bijzonder om zo te zeggen. Maar allereerst over de uitvoering van het onderzoek. Ik ben dus langs geweest bij het Korsakoff-centrum Slingendaal. Ik heb daar vervolgens met mijn supervisor Erik Oudman, die mijn onderzoek begeleidt op het Korsakoff Centrum. Die heeft mij een lijst eigenlijk gegeven die samengesteld was van patiënten die wel geschikt zouden zijn voor dit onderzoek. En deze lijst bestond uit 64 patiënten. Ja, jullie zien nu 37 participanten staan. Dat betekent dus dat er van de 64 maar 37 participanten mee wilden doen aan mijn onderzoek. En dit bewijst eigenlijk denk ik ook nog maar meer dat Korsakoff-patiënten heel apathisch zijn en mensenschuw ook wel. Dat ze eigenlijk niet heel veel zin hebben in een onderzoek en dus hun tijd liever aan andere dingen besteden. Van deze 37 participanten waren er ook nog eens 32 man en maar 5 vrouwen. Ik denk dat dit vooral komt omdat de lijst die ik had gekregen vooral bestond uit überhaupt mannen. En dat het Korsakoff-centrum Slingendaal zelf ook vooral bestaat uit mannen. Dus vandaar dat deze verhouding zo te zien is. Voordat ik natuurlijk aan de Korsakoff-patiënten kon vragen of zij mee wilden doen aan mijn onderzoek, moet ik natuurlijk een informed consent moest ik bij hun afnemen. Dus ik moest even doornemen over wat mijn onderzoek nou precies zou inhouden en of zij akkoord zouden gaan met mijn onderzoek. Zij hebben vervolgens dit ondertekend wanneer zij mee wilden doen. En daarnaast ben ik naar de zorgprofessionals, ofwel de eerst verantwoordelijke verzorgers gegaan op de verschillende afdelingen binnen het Korsakoff Centrum. Ik heb het specifiek bij hun gedaan, omdat zij de meeste kennis natuurlijk hebben over de Korsakoff-patiënten die op hun afdelingen wonen. Dus zij zouden ook wel de meeste kennis hebben over misschien de eventuele pijn die zij zouden ervaren. Als we dan gaan kijken naar de resultaten die uiteindelijk uit mijn onderzoek zijn gekomen. Ik heb eerst een tabel gemaakt van de ja-nee-vraag die ik heb gemaakt voor de zorgprofessional en de patiënt. En wat vooral interessant is om te zien, is dat rechtsboven kunnen jullie zien dat er 31 Korsakoff-patiënten nee zeggen op de vraag: voelt u pijn of niet? Dus er zijn 31 patiënten die zeggen: oké, ik voel helemaal geen pijn, ik heb nergens last van. Terwijl je ziet bij de zorgprofessionals dat er eigenlijk maar 27 mensen geen pijn hebben volgens de zorgprofessionals. Dus dat er eigenlijk al wel een verschil te zien is. Daarnaast wat interessant is om te laten zien in deze tabel, is dat er van de 31 personen die zeggen dat ze geen pijn hebben, dus dat zien jullie hier rechtsboven, de patiënten die zeggen ik heb geen pijn, kunnen jullie zien dat er bij de zorgprofessionals juist 5 mensen zeggen van die 31, oké, ik denk dat deze patiënt het niet goed ziet, maar dat hij daadwerkelijk wel echt pijn voelt. Ik heb een analyse over deze tabel eroverheen gedaan. En daadwerkelijk is er ook wel naar voren gekomen dat er een significant verschil is in scores tussen de zorgprofessionals en de patiënten. En dat hieraan misschien al voorzichtig te zien is dat er daadwerkelijk wel de Korsakoff-patiënten hun pijn misschien wel onderschatten ten opzichte van de zorgprofessionals. Als we dan doorgaan naar de comorbiditeit en pijn. Ik had van tevoren al in mijn inleiding benoemd dat comorbiditeit heel vaak voorkomt bij Korsakoff-patiënten, meestal 50% of meer.
En ook hier heb ik gekeken naar de medische achtergronden van mijn patiënten. En hieruit was te zien dat er 28%, dat zien jullie helemaal rechts in de tabel, er zijn 28 patiënten van de 37 die een comorbide somatische diagnose hadden. Dus dat betekent dat zij bijvoorbeeld diabetes en een hypertensie hadden, of diabetes of last hadden van een ademhalingsstelsel. Dus sowieso 76% van die patiënten hebben eigenlijk wel een aanleiding voor pijn. En dat is wel interessant om te zien, want als je kijkt naar die linkertabel, dus waar zij aangeven van voelt u pijn, zeggen 31 patiënten zeggen helemaal geen pijn te voelen, terwijl er wel duidelijk aanleiding is voor pijn in Korsakoff-patiënten. Nou, dit is een hele grote discrepantie en ik kom hier ook nog later terug bij mijn conclusies, maar dit is wel heel bijzonder om sowieso al te zien binnen de resultaten die ik had gevonden. Ik heb natuurlijk ook de pijnplek. Jullie hadden het vragenlijstje hadden jullie gezien van de twee lichamen, voor en achter. Ik ben op zoek gegaan, oké, waar voelen de meeste patiënten nou pijn? Kunt u voor mij vertellen waar u de meeste pijn verwacht van de Korsakoff-patiënten? Op welk lichaamsdeel verwacht u de meeste pijn? Om trouwens nog op de vraag van Marion in te haken of ik specifiek had gekeken naar medische aandoeningen waarbij je van tevoren verwacht dat ze daardoor pijn zullen hebben. Ja, dit is zeker meegenomen. Daar heeft Erik ook al van tevoren naar gekeken, naar de lijst die hij had samengesteld. We hebben wel echt alleen patiënten eigenlijk meegenomen in het onderzoek die echt wel, waar we van verwachten dat ze eigenlijk wel pijn zouden hebben, omdat ze bepaalde aandoeningen hebben die wel echt ja, significant veel pijn zouden veroorzaken. Dus die hebben we zeker meegenomen. Om even terug te komen op mijn vraag over de pijnplek, zie ik dat de meeste mensen verwachten toch wel in de benen dat ze daar pijn hebben. Dat rug ook nog wel veel voorkomt en hoofd ook nog wel veel voorkomt. Ik zie ja, de benen die komen het meeste voor. Nou, ik was zelf ook heel erg benieuwd van waar eigenlijk nou het grootste pijnpunt zou zijn op het lichaam bij de Korsakoff-patiënt. En ik heb dit samen gezet in een taartpunt, zoals gezegd. En zoals jullie kunnen zien, heb ik in de legenda heb ik verschillende kleuren gemaakt van de lichaamsdelen van de patiënten. En ook heb ik meegenomen nergens. Dus als de patiënten helemaal geen pijn voelen, dan konden zij bij mij aangeven, ik voel nergens op mijn lichaam pijn. En dat heb ik vervolgens opgeschreven. Ik heb gekeken vervolgens naar de verschillende lichaamsdelen. Ik heb het hoofd, de buik, de handen, de benen, de voeten en de rug opgedeeld. Dus ik heb echt verschillende lichaamsdelen meegenomen in het onderzoek. En inderdaad, zoals de meeste mensen al zeiden in de chat, de meeste pijn wat er toch wel is bij de patiënt is toch wel in de benen. Ik weet niet wat daar de aanleiding voor is, maar het is wel interessant om te zien dat als wanneer de patiënten pijn voelen, dat het toch wel in de benen zit. En daarnaast waren de rug en de voeten waren ook nog wel enige pijnpunten voor de Korsakoff-patiënten. Maar wat vooral... Ja? Is er een vraag? Ja, dus een vraag van Gijs Bertha over hoeveel zorgverleners hebben meegedaan. Dat dezelfde waren of verschillende? Ja, dat is wel een goede vraag van Gijs Bertha. Ik heb inderdaad niet hetzelfde aantal zorgverleners als het aantal Korsakoff-patiënten meegenomen. Ik heb vooral gekeken naar de afdelingen waarop die patiënten dan wonen. En ik heb daar aan één of twee zorgverleners gevraagd, oké, zouden jullie mij kunnen vertellen hoe jullie deze vragenlijsten zouden invullen voor mij? Dus ik heb wel gekeken naar de EVV'ers, in ieder geval die de meeste kennis had van de patiënten. Maar niet specifiek voor elke patiënt één zorgverlener. Dat niet, helaas. Tom? Ja? Ik zit nou even naar deze taartpuntenfiguur van jou te kijken. Mm-hmm. Ja. Dan zie ik dat 19 bewoners geen pijn rapporteren. Mm-hmm. In jouw vorige vraag waren dat 31. Klopt. Ja, dat is heel goed dat je dat ziet. Dus dat geeft dat zelfrapportage probleem al aan. Ja. Nu geven ze wel pijn aan, maar dus wat je vraagt maakt ook uit voor hoe makkelijk het gerapporteerd wordt. Ja, klopt. Ja, dat is goed dat je dat noemt. Ik wilde dat zelf ook verder zo nog gaan toelichten, maar scherp zoals je bent. Inderdaad, jullie kunnen zien in dit rode vlak van de taartpunt zijn er maar 19 mensen die zeggen dat ze helemaal geen pijn voelen, zoals
Albert net zei, zijn het er 31 die ten eerste aangaven dat ze helemaal pijn voelen. Dus ook hier is de zelfrapportage niet betrouwbaar bij deze Korsakoff-patiënten, terwijl eerst 31 mensen zeggen geen pijn te voelen, terwijl later als je specifiek vraagt naar de plek op het lichaamsdeel van de pijn, dat ze dan toch maar 19 mensen zeggen dat ze geen pijn hebben. En dit bewijst eigenlijk ook maar meer dat het moeilijk is om zelfrapportage vragenlijsten bij die Korsakoff-patiënten af te nemen. En dat dit ook zeker nog wel interessant is voor vervolgonderzoeken, hoe we dit objectiever en beter kunnen gaan meten. En welke vind je het betrouwbaarst? Of is dat lastig te zeggen? Ik kom hier later nog terug op mijn discussie. Op mijn discussie en conclusie. ik heb nog een vraag van Arjan. Of de pijn in de voeten te maken zou kunnen hebben met vaatlijden, diabetes of neuropathie. Ja, dat zou inderdaad een hele goede optie kunnen zijn. Inderdaad, dat het gewoon te maken heeft met de diagnoses die gesteld zijn bij die patiënten. Dat ze daardoor juist meer pijn hebben in de benen. Maar ik heb daar in dit onderzoek helaas niet naar gekeken. Ik wilde vooral eerst kijken, voelen patiënten met een diagnose daadwerkelijk wel pijn? Maar zeker voor vervolgonderzoek zou dit ook interessant kunnen zijn, dat je specifiek gaat kijken bij mensen met diagnoses, of die dan daadwerkelijk pijn voelen op de plek waar ze pijn horen te voelen. Ik heb hier nog een vraag van Gwen. En dit gaat over dat pijn inderdaad wel een redelijk groot begrip is. En vaak inderdaad niet specifiek genoeg is. Nou ja, ik denk inderdaad dat dat op zich misschien wel waar zou kunnen zijn. Zeker ook wat ik net met Albert had besproken is, als je een algemene vraag stelt over pijn, of je ja dan te nee, dan zou het inderdaad kunnen zijn bij die Korsakoff-patiënten dat ze sneller nee zullen antwoorden, omdat het gewoon te breed is. Of dat ze misschien de pijn die ze voelen, dat ze dat niet ernstig genoeg vinden. Dus bijvoorbeeld als zij hun teen stoot, dat ze denken van ja, maar dat vind ik helemaal geen pijn. Ik heb dat namelijk heel vaak in mijn onderzoek gezien, ook bij de Korsakoff-patiënten. Als ik vroeg, voelt u pijn? Zeiden ze van ja, ik heb wel last een beetje van spierpijn, maar ik zou dat zelf niet beschouwen als pijn. Of ik heb wel last van mijn rug, maar ik vind dat niet ernstig genoeg voor pijn. En het zou ook zeker mee te maken kunnen hebben dat het niet specifiek genoeg is, dat je echt specifiek moet vragen naar hun lichaamsdelen waar zij pijn voelen, voordat zij pas zelf aangeven, oké, ik voel eigenlijk toch wel pijn. En ik denk ook dat dit voor vervolgonderzoek, dat hier beter naar moet worden gekeken, naar hoe je pijn definieert en hoe zou je pijn dan specifiek kunnen meten. Zeker een goed punt. Ik heb vervolgens ook nog gekeken naar, inderdaad de zelfrapportage van de Korsakoff-patiënten en de pijnvragenlijsten die er zijn voor de zorgverleners. Wat vooral heel interessant is om te zien, ik heb een ROC-curve gemaakt en die ROC-curve houdt eigenlijk dus in van oké, hoe goed kunnen we een onderscheid maken tussen zieke patiënten en niet-zieke patiënten, in dit geval dus mensen met pijn en mensen met niet-pijn. En jullie zien in het midden van zo'n ROC-curve zien jullie zo'n diagonale lijn, zo'n donkerblauwe lijn. En dat houdt in dat dat 0,5 is, dus een area under the curve van 0,5. En die 0,5 is eigenlijk de normale kans. Dus als je een muntje op zou gooien, zou dat 50% kans zijn dat je wel een kop gooit of wel een munt gooit. Dus dat is 50%. En bij die pijnvragenlijsten voor de zorgprofessionals zie je eigenlijk dat die vragenlijst niet boven die diagonale lijn uitkomt. En dit betekent dan eigenlijk dat die vragenlijst niet beter kan onderscheiden dan bijvoorbeeld een normale kans. Dus dat zou betekenen dat er heel veel patiënten worden gemist die daadwerkelijk wel pijn voelen, maar dat deze vragenlijst dat gewoon niet goed kan waarnemen. Jullie zien ook dat er een score van 0,42 is en een score van 0,36. Nou ja, dat is gewoon echt heel laag. En dat geeft ook aan dat er echt een slechte discriminatie in deze vragenlijsten voor patiënten met Korsakoff te zien is. Wat wel interessant is om te zien, dat bij zelfrapportage voor de Korsakoff-patiënten, dat er wel een hogere score uitkomt. Dus een area under the curve van 0,77. Dit geeft wel een acceptabele discriminatie aan. En dit zou dus wel erop kunnen duiden dat de zelfrapportage voor Korsakoff-patiënten wel een duidelijker onderscheid kan aangeven tussen wel of niet pijn. Dus dat deze vragenlijst wel kan aangeven, oké, deze patiënt voelt wel pijn en deze patiënt voelt niet pijn. Ik kom hier ook zeker nog terug op in mijn conclusie, want dit is wel een interessante bevinding dat vragenlijsten voor zorgprofessionals, dat die minder goed kunnen onderscheiden voor Korsakoff-patiënten en dat de zelfrapportage wel hoger scoort binnen mijn analyse. Daarnaast heb ik nog gekeken binnen de PIKE 15. Hiervoor had ik laten zien uit welke domeinen
die pike nou bestaat. En jullie kunnen zien dat deze uit drie domeinen bestaat, namelijk de expressies, de lichaamsbewegingen en de stemgeluiden. En wat ik eigenlijk uit deze tabellen wil laten zien aan jullie is dat bij de lichaamsbewegingen en de stemgeluiden 15 van de 37 patiënten eigenlijk nul scoort. Dus dat die helemaal geen lichaamsbeweging of stemgeluiden laten zien wanneer zij pijn hebben. Maar dat er bij de expressies maar 6 mensen een nul scoren bij pijn. Dus dat er toch wel 31 mensen zijn van de 37 die toch wel iets van expressies tonen in hun gezicht wanneer zij pijn hebben. En dit is zeker interessant om later ook te kijken van, kunnen we überhaupt nog wel spreken over fysieke pijn? Of is het inderdaad wel emotionele pijn, aangezien ze toch best wel veel mensen expressies hebben in hun gezicht wanneer ze pijn hebben? En daarmee kom je inderdaad dan terug over, ja, is het pijn dan niet een te breed begrip? En is het dan niet specifiek genoeg? En dat is misschien ook wel terug te zien in deze resultaten. Ik heb daarnaast ook nog gekeken naar de correlaties als laatste. Ik heb gekeken of er samenhang was tussen mijn verschillende vragenlijsten. Die kunnen jullie zien in mijn tabel hier rechts. En wat dus ook hier interessant is om te zien, is dat er een algemene samenhang is tussen de MPI, de ernst, de severity, en de MPI, de stress. Dus hoe erg het is voor de zorgverleners. En die twee onderdelen van die MPI hangen heel erg samen met de pike, dat kan je zien, en met de repels. En hier komt ook weer de vraag naar boven. Meet deze vragenlijst wel wat die hoort te meten? Als er zo'n hoge samenhang is tussen de MPI en een pijnvragenlijst, kan je dan wel zeggen of deze pijnvragenlijst wel geschikt is om pijn te meten voor Korsakoff-patiënten? Omdat er zo'n hoge samenhang is met neuropsychiatrische vragenlijsten. Dus wat je zou kunnen zeggen is dat de pike misschien helemaal geen pijn meet, maar neuropsychiatrische symptomen. Of is het misschien andersom, dat de NPI helemaal geen neuropsychiatrische symptomen meet, maar juist pijn. Dus dat is wel interessant om te zien dat er zoveel samenhang is. En voor vervolgonderzoek kan hier ook zeker naar gekeken worden. Wat wel goed is om te zien, is dat de pijnvragenlijsten, de repels en de pike, dus die voor de zorgverleners waren, dat die wel goed samenhangen met elkaar. Dat betekent dat die betrouwbaar zijn met elkaar en dat die goed samenhangen en dus daadwerkelijk ook wel hetzelfde meten van allebei. En hetzelfde geldt voor de MPI severity en de MPI distress. Dus dat die ook samenhangen met elkaar, aangezien het binnen de vragenlijst natuurlijk bij elkaar hoort. Dus hier een score van 1,9 en hij is significant, dus ze hangen heel erg positief met elkaar samen. En daarnaast wat ik vooraf eigenlijk wel had verwacht, is dat de cognitie juist zou samenhangen met pijn en met neuropsychiatrische symptomen. Dus dat is de MoCA. Jullie kunnen zien in de tweede kolom, jullie zien allemaal alleen maar eigenlijk minscores en zij zijn niet significant. Dus dat betekent dat cognitie eigenlijk helemaal niet samenhangt met pijn of met neuropsychiatrische symptomen, wat ik vooraf eigenlijk wel had verwacht. Ja. Moet ook niet met de MoCA samenhangen. Mm-hmm. Want waarom zou dat met cognitie samenhangen? Nou ja. Tenzij het een onderdeel is van je geheugen, dat je pijn hebt. Als je pijn herinnert, dat je dan echt pijn hebt. Ja, inderdaad. Daar zat ik dus ook aan te denken. Binnen de cognitie heb je natuurlijk bepaalde functies, zoals inderdaad executief functioneren, waar ik het al eerder had over gehad in mijn inleiding. En het geheugen, dus over mensen met zelfrapportage, dat zij niet hun pijn, dat ze niet over hun pijn weten. Dus bijvoorbeeld dat ze hun pijn vergeten, of dat ze dus juist niet de monitorfunctie hebben om te zien dat zij pijn hebben. En daarom had ik eigenlijk ook wel verwacht dat dit misschien wel samen zou hangen met pijn, vanwege die cognitieve problemen die ze eigenlijk hebben. Dit waren eigenlijk mijn resultaten en wil ik nu vooral naar de conclusies gaan, want er zijn eigenlijk heel veel conclusies die we kunnen vastknopen aan dit onderzoek. Zoals we kunnen zien zijn er eigenlijk heel veel aanleidingen voor zowel pijnproblemen als pijnperceptieproblemen bij Korsakoff-patiënten. En dan spreek ik dus vooral over dat Korsakoff-patiënten dus somatische problemen hebben, maar geen pijn voelen. En dat die scores zoveel verschillen met zorgprofessionals. We kunnen dus eigenlijk misschien wel stellen dat die Korsakoff-patiënten hun pijn hun pijn onderschatten. En voor vervolgonderzoek is dit zeker interessant. Zou dit bij een volgonderzoek ook nog hetzelfde uitkomen, wanneer je inderdaad alleen maar specifiek gaat kijken naar alleen maar somatische
Korsakoff-patiënten. Wat vooral eigenlijk ook naar voren kwam uit het onderzoek en daarnet ook had verteld, is dat er gewoon, ja, vanuit de ROC-curves, dat er gewoon zo weinig samenhang is tussen wat de Korsakoff-patiënten zeggen in hun zelfrapportages en wat de zorgprofessionals aangeven in het algemeen, blijkt toch dat de vragenlijsten misschien nog niet goed genoeg ontwikkeld zijn om die scores met elkaar overeen te kunnen laten komen. De Korsakoff-patiënten zien toch iets anders dan wat de zorgprofessionals zien, en dat zou misschien ook wel te wijten kunnen zijn aan hun pijnperceptie. Binnen de observaties vallen ook vooral de pijnexpressies op. Dus daar had ik het net over bij de PIKE 15. Jullie hadden gezien dat er 31 mensen van de 37 mensen toch wel pijnexpressies laten zien volgens de zorgprofessionals. Maar ja, dan komen we natuurlijk nu op de vraag van, meet de PIKE dan misschien wel emotionele pijn in plaats van fysieke pijn, wat ik graag wilde meten in dit onderzoek. Want bij emotionele pijn heb je namelijk ook last van pijnexpressies. Dat is ook een heel interessant punt voor vervolgonderzoek en daar kan zeker ook naar gekeken worden. En daarnaast is het ook wat Albert en ik het al eerder over hadden, over dat bij de pijnvraag ja, nee, dat mensen, 31 van de 37 mensen, nee antwoorden op een vraag over pijn. Terwijl als je gericht vraagt bij pijn bij Korsakoff-patiënten, dat maar 19 mensen van de 37 zeggen dat ze geen pijn voelen. Dus misschien zou het voor vervolgonderzoeken interessant kunnen zijn om te kunnen specifieker te vragen naar hun pijn en waar ze dat voelen op hun lichaam. Als we nog even kijken naar de verdieping. We hebben natuurlijk de neuropsychiatrische symptomen en de pijn hebben we met elkaar zien samenhangen. Dus er is zeker samenhang tussen deze twee vragenlijsten. Maar ja, meten we met deze pijnvragenlijsten nou wel echt pijn als we naar de neuropsychiatrische problemen kijken? Of is dit juist andersom? Wat denken jullie hierover? Denken jullie dat de pijnvragenlijsten die ik heb genomen in mijn onderzoek daadwerkelijk pijn meten? Of meten ze juist neuropsychiatrische symptomen? Voordat ik hier nog even heen ga, ik zie er nog een vraag in de chat van Annelies. Kun je op basis van het onderzoek al advies geven voor behandelaren in de praktijk? Of is daar meer onderzoek voor nodig? Nou ja, ik denk dat hier zeker wel interessante conclusies aan vast, ja, die al sowieso te zien zijn. Zoals bijvoorbeeld het specifiek vragen naar pijn. En dat er misschien wel bepaalde instrumenten zijn die een beetje ja, over datum zijn, zo gezegd. Dat er misschien nieuwe instrumenten ontwikkeld moeten worden. Maar het is nog maar een exploratief onderzoek. En dit is ook het eerste onderzoek naar pijn bij Korsakoff. Dus ik weet nog niet zeker of ik met zoveel betrouwbaarheid kan zeggen dat er echt dingen veranderd moeten worden. Ik denk dat er eerst meer onderzoek naar gedaan moet worden voordat er pas echt met zekerheid gezegd kan worden dat die Korsakoff-patiënten ook echt minder pijn voelen. Ja, Angela, jij stipt ook een goed punt aan. Ik zou hier ook nog later op terugkomen bij mijn suggesties voor vervolgonderzoeken. En ik zie nog een vraag van Eline. Tegen wat had je de meetinstrumenten op de AUC afgezet? Ja, ik had in de ROC-curve had ik mijn meetinstrumenten tegenover de ja-nee-vraag van pijn gezet voor de Korsakoff-patiënt. Dus de Korsakoff-patiënt scoren tegenover hun eigen rapportage en tegenover de rapportage van de zorgprofessionals. Ja, vraag bij de tweede conclusie zie ik nog van Marion. Of Korsakoff-patiënten echt daadwerkelijk hun pijn onderschatten. Ja, dit is ook een goed punt. Je zou inderdaad misschien voor vervolgonderzoek zou je daarom een specifieker begrip moeten hebben van pijn. Wat is pijn nou echt? Wat voor pijn wil je nou meten in het onderzoek? En dan kan je er misschien met meer zekerheid over zeggen of ze deze specifieke pijn ook daadwerkelijk minder rapporteren dan hun zorgverleners. En dan nog een laatste vraag van Arjen, want dan wil ik graag even mijn presentatie afmaken. Ik zie nog een vraag van Arjen inderdaad over of er meetinstrumenten zijn die rekening houden met executieve functiestoornissen. Ik heb eigenlijk alleen maar gekeken naar de vragenlijsten die echt geschikt waren voor mijn onderzoek en waarvan ik wist dat ze betrouwbaar zijn voor patiënten met cognitieve stoornissen. Ik heb niet gezien of er specifieke vragenlijsten waren voor executieve functiestoornissen. Maar als die er niet zijn, zou dat zeker ook een aanleiding zijn om deze te kunnen gaan ontwikkelen. Om even door te gaan. Ik heb nog een laatste punt. Wat ik ook net had gezegd, is dat cognitie dus niet samen lijkt te hangen met zowel pijn als neuropsychiatrische problemen. Dat is ook zeker interessant om te zien.
Want je verwacht eigenlijk ook bij mensen die misschien cognitieve problemen hebben, slecht geheugen, slechte executieve functies, dat zij misschien ook wel meer pijn zouden voelen of dan wel meer neuropsychiatrische problemen zouden hebben. Bijvoorbeeld als zij niet goed hun gedrag kunnen inhiberen, doordat zijn executieve functie, hun executieve functionering niet goed werkt, zou je ook daadwerkelijk meer neuropsychiatrische problemen verwachten. Dit is niet te zien in mijn onderzoek in ieder geval. En dan nog bij suggestie voor vervolgonderzoek. Ik had van Angela had ik inderdaad een bericht in de chat gezien over de pijnsystemen, dat het interessant is om naar te kijken. En dat vind ik ook zeker interessant voor vervolgonderzoek. Voor vervolgonderzoek zou ik het interessant vinden om de pijnwegen meer te gaan bestuderen voor Korsakoff-patiënten. Je hebt inderdaad het laterale pijnsysteem en je hebt het mediale pijnsysteem. Welke van de twee is aangetast en wat is er precies in aangetast? Dat zou zeker interessant zijn om erachter te komen wat er precies misschien kapot is. En daarnaast voor vervolgonderzoek is er natuurlijk een grotere steekproef nodig voor meer betrouwbaarheid binnen mijn onderzoek. Zijn er misschien nieuwe pijninstrumenten nodig voor Korsakoff-patiënten vanwege dus die zelfrapportages en de zorgprofessional scores dat die niet overeenkomen? En meten we misschien emotionele pijn met de vragenlijsten die we nu hebben in plaats van fysieke pijn? En daarbij is het toch wel echt belangrijk dat de zelfrapportage en de zorgrapportage, dat dat beide echt moet worden afgenomen. Anders krijg je geen controlegroep voor cognitieve problemen. Nou, ik zie dat er nog misschien wel wat mensen in de chat wat vragen hebben. Maar ik wil hier graag bij mijn presentatie afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het aanwezig zijn bij dit webinar. Dus mochten jullie nog vragen hebben, stel die vooral in de chat. Ik zal daar sowieso nog even naar kijken. Mochten jullie echt een hele dringende vraag hebben, stuur mij een persoonlijke e-mail via dit onderstaande e-mailadres. En ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Tom, jij heel erg bedankt voor je presentatie. En ik zie heel veel vragen. Dus dit is een onderwerp wat echt leeft. Ja. En waar het niet altijd makkelijk is om de antwoorden op te formuleren. Nee, zeker niet. Maar ik denk dat jouw onderzoek een begin is. Ja. Een belangrijke observatie, dat was je hoofdhypothese, is dat zorgprofessionals iets meer pijn observeren dan de bewoners zelf rapporteren. Ja, ja, ja. En wie heeft de pijn? Wie bepaalt of ik pijn heb? Ikzelf of mijn vrouw? Dat is een hele lastige vraag. Ja, zeker. Want als je ook rekening houdt met die psychiatrische problemen, met die zelfrapportageproblemen, ja, dat vraagt zeker om nieuwe meetmethoden. Om toch nog even, ik neem het voorrecht dat ik de enige ben die echt mondeling vragen aan jou kan stellen. Even mijn hoofdvraag, wat was nou de overall hoeveelheid pijn die gerapporteerd werd? Kun je dat uit die vastschaal halen en scoren mensen daar hoog op? Ja, wat uit die vaste schalen eigenlijk naar voren kwam bij die Korsakoff-patiënten, kwam er eigenlijk uit naar voren dat ze wel pijn rapporteren, maar niet heel hoog ook. Dus je kwam eigenlijk op een schaal van 0 tot 10, kwam je rond de 2 à 3, kwam je dan uit. Dus ze rapporteren wel pijn, maar lang niet zoveel als eigenlijk verwacht werd. En als je boven de 5 zit, dan heb je pas echt pijn. Nou ja, er zijn inderdaad bepaalde zo gezegd schalen binnen de vastschaal die aangeven hoe erg pijn is en hoe hoog dat dan wordt ingeschat. Dus daar is zeker wel, daar zijn wel wat gradaties in te vinden, ja, zeker. Ja, nou, duidelijk. Wordt vervolgd? Ja, zeker. Ik stel voor dat we een groot applaus aan Tom geven. En ik dank je nogmaals voor je presentatie. Ik zie ook mooie reacties. Voor wie geïnteresseerd is in dit onderwerp, neem contact op met Tom. Ja. En ik wil graag zeggen dat wie geïnteresseerd is in de webinarreeks van Slingendaal, er komen een aantal nieuwe webinars aan. En dat is ook onderin de chat. Als je op een plusje drukt, dan kun je zien dat we op 30 maart het volgende webinar hebben.
En Christine Slinks van de communicatie zet dat er nu al in. Ja. Dat is Erik Oudman. En die zal over de opname in de screenings unit van Slingerdaal spreken. We hopen in april, 20 april, meen ik, ook weer eentje te hebben van Faye Hermans over een routeleerstudie en een buitenwandelstudie eigenlijk. Tot slot 25 mei gaan we het hebben over confabulatie. Niet we, maar Yvonne Rensen gaat het daarover hebben. We zijn aan het eind van een hele boeiende bijeenkomst gekomen. En dank voor de aanwezigheid. En hopelijk tot ziens bij een van de volgende webinars.